Goed, we hebben hier een beker. Op het eerste zicht een doodgewone beker. We zien dat er hier een opening in is, een gat is onderaan in de beker. Vraag is, wat gebeurt er nu wanneer ik daar water ga ingieten? Oei, ik giet water in de beker en er schijnt niets te gebeuren. Op een bepaald moment loopt alle water dat ik eigenlijk in de beker gegoten heb, er opnieuw uit. Deze beker noemt men de Pythagoras-beker. Wil je weten hoe het in elkaar zit? Google dan even Pythagoras-beker. Het verhaal is zeer mooi. Pythagoras gaf wetenschappen, maar zat met het probleem dat zijn leerlingen te veel en te gulzig aan de drank zaten. En daarom had hij voor zijn lessen speciale bekers ontwikkeld. De Pythagoras-beker. Zodanig dat de leerlingen die te gulzig waren en hun beker te vol goten met drank, eigenlijk een beetje gefokt werden.